Huis Asiana beschikt alleen over defecte vervoersmiddelen, waardoor de bewoners zelf voor vervoer moeten betalen als ze bijvoorbeeld naar de arts moeten. Brenda van Daal, directeur van Huis Asiana, betreurt deze kwestie ten zeerste. Maar, zegt ze, de directie heeft op dit moment geen andere keus. Samen met haar team bekijkt ze de verschillende modellen om weer een rijdbare bus te hebben voor het vervoeren van de senioren burgers. Nijpende probleem nu wat we hebben na de ongediertebestrijding, dat zijn onze vervoersmiddelen. Die dateren al vanaf het ontstaan van Asiana en dat is 1981. Hebben we bussen die nu meer defect zijn dan wat anders. Wanneer je patiënten moet vervoeren, geeft een bus het op. Onze rolstoelbus die doet het niet. En dan moeten bewoners, ik vind het zo erg om het te zeggen, zelf gaan betalen voor de transport. Ja, omdat Asiana daar niet in kan komen. We leven al van een subsidie die niet voldoende is. En bewoners moeten nog dan zelf betalen voor hun vervoer, omdat ons vervoer het laat afweten. En dat is niet zo'n goede zaak. Vind ik helemaal geen goede zaak. We zijn wel bezig te kijken naar oplossingen waar we kunnen vragen naar een nieuwe bus. Maar op het moment ziet het daarmee niet zo goed uit. Volgens Van Daal blijft Huis Asiana zoeken naar oplossingen om dit probleem te verhelpen. Ook worden er volgens haar mogelijkheden bekeken om Asiana zelfvoorzienend te maken. We hebben een paar plannen die we gaan uitvoeren. Maar voor nu zijn we niet zelfvoorzienend. Het enige waarin we misschien zelfvoorzienend zijn is onze tuin. We planten, dus we kunnen tot op zekere hoogte zelf voorzien in onze groenten. Behoefte. De Asiana-directeur zegt dat het tehuis voor seniorenburgers niet alleen bij het ministerie van Sousafo aanklopt voor een nieuwe bus, maar ook bij sociale instellingen. Op deze manier gelooft ze dat het vervoersprobleem sneller opgelost kan worden.